komt nog een bocht. En nu is het nagenoeg rechtdoor. Er komen nog een flauwe bocht naar rechts en een flauwe bocht naar links. Maar die spelen nauwelijks mee. Nee, onze man van Polti geeft het op. Het was Guidi, geloof ik. Ja, we zijn vertrokken. Het treintje van Cipollini op gang. Laatste man om de sprint aan te trekken is Gian Matteo Fagnini. Zelf ook een hele snelle man. Het lijkt perfect te lopen. Groot verschil met gisteren toen het een warboeltje was. Het lijkt perfect te lopen. Kan er iemand uit het wiel komen van Mario Cipollini? We zitten weer bij beelden die niks te maken hebben met de kop van de koers. En daar is hij, Cipollini, met Martinello die hem probeert te bestoken. Gian Martinello, nee, hij komt niet. Cipollini boekt in deze Giro zijn vierde etappezege. En in zijn carrière is het al zijn 25e etappezege. Hij heeft er nu evenveel als Eddy Merckx. Ja, voor de Giro werd gezegd dat het moeilijk zou zijn voor Super Mario om even goed te doen als vorig jaar toen hij 5 etappes won. Maar hij heeft er al 4. Morgen gaat hij niet winnen, dat kan ik nu al zeggen. Want morgen komen we aan bovenin San Marino. Dat is een etappe voor klimmers. Maar overmorgen hebben we weer een hele vlakke etappe naar Carpi. En die staat al een hele tijd op zijn verlanglijstje. Dus overmorgen zou hij zijn prestatie van vorig jaar al kunnen evenaren en zijn 5e etappezege kunnen boeken. Het puntenklassement heeft hij vorig jaar ook gewonnen. Daar is hij dit jaar nog niet aan toe. Ook met deze etappezege kon hij nog niet voorbij Michele Bartoli komen. Maar dat kan dus overmorgen ook al het geval zijn. Een paar renners zijn achtergebleven. Onder meer Canzonieri aan de leiding hier. Ook Luca Cinto zit daarbij. En Cipo mag voor de 4e keer in deze Giro naar het podium. Silvio Martinello probeerde er nog laatst te komen. Een zeer mooie poging, maar niks aan te doen. Derde is Leoni. Fagnini, daar komt Cipollini. Martinello zit uitstekend aan het wiel in derde positie. Leoni in vierde, Arazzi in vijfde, Baldato. En Martinello slaagt erin om terrein te winnen op Cipollini. Dat is al een prestatie op zich. Kijk, komt tot aan de braquet, zoals dat in het jargon heet. Maar dan moet hij het hoofd buigen. 1 Cipo, 2 Martinello, 3 Leoni. 3 Leoni, 4 Arazzi, 5 Baldato. En dan is het moeilijk te zien. 6 zou wel eens Magnusson kunnen zijn. Super Mario, Il Magnifico, 25e Giro etappezeges. Zoals u weet staat hij nu naast Eddy Merckx op de 4e plaats in de recordtabel van Giro etappezeges. Geef ze nog een keertje zoals ze er aan de top uitziet. 41 Binda, 31 Guerra, 30 Girardengo en dan 25 Merckx en Cipollini. Daar hebt u een bevestiging van de uitslag. En we verwachten dus Il Re Leone, de Leeuwenkoning,
op het podium voor de vierde keer in deze Giro. Ik neem aan dat hij vandaag het truitje van Ronaldo niet aan zal hebben. Daar heeft hij een boete voor gekregen zondagavond.